weer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's Eerste Keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Selma Omari. De eerste keer, is dat iets waar je normaal gesproken gespannen voor bent? Normaal gesproken is het niet echt iets waar ik het heel vaak over heb of zo. Omdat het vaak toch wel een taboe is. Bepaalde eerste keren, zeg maar, daar wordt niet heel vaak over gesproken. Maar ik weet ook niet of ik me er heel comfortabel bij had gevoeld als ik het eerder had gedaan. Ik voel me nu heel content met wie ik ben. Mm-hmm. En ik zit lekker in mijn vel, dus dan denk ik, ja, kom maar op. Welke eerste keren krijg ik? De 26-jarige Selma begon haar carrière als influencer en vlogger. Dit jaar maakte ze haar debuut als zangeres en zingt ze over de liefde en het stuk lopen daarvan. Want hoe deal je met liefdesverdriet als alle ogen op je gericht zijn? Dit leert Selma ons vandaag in Emma's Eerste Keer. Oké. Je eerste jointje. Mijn allereerste keer was met mijn ex-vriendje. In de auto en hij rookte al jointjes. Maar ik wil het ook wel proberen. I want to know what the fuss is about. Nee, wacht, ik lieg. Volgens mij heb ik eerder een spacecake gegeten dan een jointje gerookt. Wow. Ja. Ik heb eerst een cakeje gegeten, man. Want dat is wel echt heftig. Ja, want ik weet nog dat ik echt, in bed lag. Alles was zo zwaar dat ik echt mijn hoofd zo moest tillen en echt zo moest draaien. En toen dacht ik, nee, dit is niks voor mij. Dat is heel erg herkenbaar, Selma. Als je spacecake eet, duurt het namelijk misschien wat langer voordat je iets voelt. Maar als je dan wat voelt, is het ook gelijk veel intenser en heviger dan wanneer je wiet of hash rookt. En dit komt door je lever. Als je wiet of hash eet, wordt het via je darmen opgenomen in je lever. En de THC zet zich daar om in 11-hydroxy-THC. Mag je weer vergeten, maar die 11-hydroxy-THC zorgt er dus voor dat je high 2 tot 4 keer intenser wordt. Als je spacecake eet, doe het dan rustig aan. Ja, is klaar. En voelde je ook gelijk? Ja man, ik feestte wel hoor. Je voelt je zo lichtjes in je hoofd en je bent heel mellow. En dan je bent heel liefdevol, heel erg. Ja. Ja. Ik vind het allemaal wel prima ook of zo. Cool, gezellig. Ja, klinkt wel als een leuke eerste ervaring. Ja, gewoon een chille eerste ervaring. Maar dat was het ook wel. Ja, dat smaakte niet naar meer. Nee, niet echt dat ik dacht, oh my god, ik moet nu elke dag een jointje hebben. Dat had ik echt niet. Nee. Oeh, de eerste keer liefdesverdriet. Eerste keer liefdesverdriet was denk ik toen ik een jaartje of, even goed nadenken, 17, 18 was. Mm-hmm. Ja, met mijn allereerste vriendje. Toen had hij dat uitgemaakt. Oh. Ja, ik was echt in mijn feelings. Ja. En dat liefdesverdriet, heb je daar ook iets van geleerd? Nou, met dat van hem niet. Want hij is zeg maar de type met wie ik altijd heel erg goed bevriend kan blijven. Maar met mijn afgelopen relatie, die liefdesverdriet die ik daar voelde, dacht ik echt, dit hoef ik nooit te voelen. Dit is echt toxic. Dit is giftig. Nou, hoe bedoel je dat dan? Ik wist dat als het zeg maar klaar was, dan was het echt destructief klaar. Gewoon geen contact. Allebei elkaar blokkeren overal. Want hoe kan je jezelf daarvoor behoeden? Als in, zie je zoiets aankomen? Ik denk, voor mij was het echt, ik moest het echt meemaken. Even voor de mensen die het misschien niet gevolgd hebben. We hebben het over Boef, Soufyan. Ja. Nee, we hebben het over Soufyan. Sorry, Soufyan. Ja. Gewoon Soufyan. Ja, maar voor mij is dat natuurlijk vreemd om te zeggen. Het is ook raar om te zeggen boef rapper. Dat is gewoon Soufyan. Kan je nu nog naar hem kijken überhaupt? Is dat iets wat je... Ik heb hem wel overal geblokkeerd, eerlijk. Kijk, ik ga niet liegen. In het begin ging ik wel via... Ik heb zelf geen fake account. Dat heb ik heel bewust niet. Omdat ik zeg maar niet wil dat ik in die toxic environment van internet kom om mensen te bespieden. Dus ja. In het begin had ik wel een fake account of deed ik het via mijn zus. Zei ik van, oh ja, kan je even checken? Je weet toch? En nu denk ik, nee, ik hoef niet. Het interesseert me gewoon. Maar dan ben je er toch wel overheen, toch? Ja. Heel verstandig, Selma. Want als je liefdesverdriet hebt, is het ongelooflijk verleidelijk om als een soort privédetective je ex compleet te gaan stalken online. Maar slim is het niet. Liefdesverdriet activeert namelijk dezelfde delen in je brein als fysieke pijn, depressie en afkikverschijnselen. We moeten het dus heel serieus nemen. En net als bij de meeste verslavingen geldt ook voor liefdesverdriet, de beste methode is cold turkey stoppen. Uiteindelijk kom je over liefdesverdriet heen. Wat is dan jouw tip voor iedereen met een gebroken hart? Gewoon naar de kern van jezelf teruggaan, man. Echt waar. Het is heel zweverig en al die bullshit. Maar ga gewoon terug naar de kern van jezelf. Hallo, je bent echt
bam as fuck. Snap je? Zo moet je denken over jezelf. Ja, maar sommige mensen vinden het misschien ook moeilijk om... Is het ook. Het is spannend. Ja. En je wordt ook heel erg... Je gaat echt een spiegel voor jezelf houden. Ik moest dat heel erg doen, omdat het zo publiekelijk was. En ik kreeg van alle kanten kreeg ik een beetje shit over me heen. Weet je, van zijn management, een oude man van fucking 50 jaar. Ali, die dan denkt van, oh, ik ga gewoon even een jong meisje belachelijk maken op internet. Want dat vind ik grappig. Ja, maar dat deed hij ook echt. Ja, zielig, man. Maar wat dan, op zijn story of zo? Ja, nee, we had een filmpje gepost. Had een aardbei. Die aardbei was een beetje groot en genetisch gemanipuleerd. En zegt hij, ja, aardbei is lekker, maar is botox. En dan zit zijn kind achter, zit dan te zeggen, Selma Omari. Oh. En dan zit zijn vrouw, zit dan achter te lachen. Nou, moet je echt niet praten dat je een feminist bent, want je bent gewoon een viezerik. Dat is wel, ja. Maar dat komt ook wel binnen. Fucking dat is persoonlijk ook. Nee, niet eens persoonlijk. Want ik dacht, hoe fake zijn jullie dan? Wanneer die met mij was, ja, zij is goed voor jou. En zij gaat jou helpen een betere man te worden. En jullie zijn een topkoppel. En het moment dat het uit is, dat je me zo over internet, zeg maar, zo neerzet. Ja, dan ben je gewoon wack, man. Iedereen kent liefdesverdriet volgens mij. Alleen het komt altijd op verschillende manieren. Ja, ik ben wel van mening, nu ik ouder ben geworden, zeg maar, dat gevoel van echt van iemand houden. En ken je dat als er iets gebeurt? Of je ziet iets wat je niet zo leuk vindt, dat je echt zo'n fucked up gevoel in je buik krijgt. Zo. Ja. En jouw tip is dus, ga die knoop aan. Ja, zoek man. Naar jezelf. Gewoon echt, hou een spiegel voor jezelf. Dat is wat ik heb gedaan. En ik heb mezelf gewoon afgezonderd. En iedereen mag een mening over mij hebben online. Maar ja, wat je niet kan zeggen, is niet dat ik niet echt ben. Nee. Ja, ik heb gewoon fucking scheid van wat mensen van mij denken. Nu al helemaal. Dat ik echt denk, ja, serieus? Is dit het? Like, come on. Ik heb echt erger over me heen gehad. Breng maar. Nee, ik ken het gevoel. Maar ja. Goed, soms moet je het er maar even mee doen. Nee, true. De eerste zoen. Oh, mijn eerste zoen. Ik vond, zeg maar, toen ik op de middelbare school zat, vond ik iemand wel echt heel leuk. Was de leukste jongen van de school. Of iedereen vond hem de leukste jongen van de school. We hadden een schoolfeest en toen kusten we en iedereen zag het. En de volgende dag praatte heel de school erover. Oh my god. En ik wist echt niet wat ik moest voelen, want ik vond hem wel leuk, maar kreeg niet echt aandacht of zo meer. En het was gewoon heel awkward. En nu, als ik hem zie, zeg maar, als ik bij mijn moeder in de buurt ben en ik zie hem wel eens, dan denk ik, oh my god, dat was mijn eerste kus. Dat was zo weird. Ja, dat voelt misschien een beetje weird, maar het is eigenlijk heel logisch. Want de meeste mensen herinneren zich hun eerste zoen veel levendiger dan hun ontmaagding. So you better make it count. En je hoeft niet gelijk de sterren van de hemel te zoenen natuurlijk. Oefening baart kunst. Ga dus even lekker los op je handen, want hier komt een tip speciaal voor jou. Maak van je wijsvinger en je duim een rondje, vouw ze in elkaar. En begin gewoon alvast een beetje met tongen. Zo weet je misschien wat beter hoe diep en hoeveel lip en tong je wil gebruiken. Nou, leef je uit. Maar hoe ging het dan? Want je kwam net binnenlopen en je had je jas nog aan? Gewoon, nee, was wel, we zaten wel een paar uur in het feest. En toen kwam hij gewoon naar me toe, maakte hij een babbel. En toen kwam die kuste gewoon opeens. En ik weet nog dat ik echt, I felt like Cinderella. Ik dacht, dit heb ik echt gemanifesteerd. Want ik vond je echt leuk. Hoe was die? Er was heel veel aandacht voor. Want iedereen was in shock. Want het was wel, zeg maar, een gewilde jongen. En ik was in de eerste klas, was ik wel een beetje zo... Ik moest echt nog tot bloei komen op de middelbare school. Eind tweede klas begon dat echt te komen. Eind eerste klas. En dan in de tweede klas was ik, zeg maar, begon het steeds meer en meer. En in de derde klas was ik helemaal gepopt. Hier ben ik. Zwaantje. Ja, dus dat had ik wel. En, Die zoen opende deuren die je misschien helemaal niet open wilde. Nou, die zoen opende vooral heel veel vragen en nieuwsgierigheid. Ja, mensen vinden het ook leuk om ergens over te praten. Hè? Ja, tuurlijk. Dat is nog steeds zo. Ja, dat was spraakmakend. De eerste keer masturberen, dat was... Onder de douche, met een douchekop. En die had ik dan op de standje turbo gezet. Want iemand op school had bij gym verteld of zo dat ze dat deed. Toen dacht ik, oké, dan ga ik dat ook proberen. Maar ik hield hem, zeg maar, in mijn vagina. In plaats van op mijn clitoris, wist ik veel. Dus ik gaf mezelf een soort vaginale douche. In plaats van dat ik echt aan het masturberen was. Dus het was niet zo'n succes op dat moment. Ach ja, voor alles een eerste keer. Nou, wacht even, want naar welke eerste keer van mij ben jij nieuwsgierig? Laat het in de comments weten en misschien vertel ik je er het fijne van volgende week. Houdoe!